De 10e editie van het Singer-Songwriter Festival met als de hoofdnaam Stephen Morrison. Niet voor niets, want het gaat enorm lekker met zijn carrière. En dat hij ook echt een rasartiest is, dat merkt je ook vandaag. Want hij ging er staan en boem, daar stond ook echt iemand. Gebeurt je dat nou vaker dat je dat hoort? Het gebeurt steeds vaker, maar dat komt omdat ik ook de laatste tijd heel veel aan het spelen ben. Dus dan hoor je het vaker. Ja, dat klopt. Nou, was je gisteren ook al in Uden? Hoe bevalt Uden dan? Ja. Nee, maar supergezellig sfeertje hier. We stonden gisteren in de Markant met I'm a Soul Man. Vandaag hier in de Pul. Heerlijk sfeertje, gemoedelijk, knus. Ja, heerlijk. Wat doe je nou liever? Dat verhaal van het Stax label vertellen met I'm a Soul Man. Ja. Of dan hier zo spelen op zo'n Singer-Songwriter Sunday? Ja, nou ja, het is ook geen kwestie van wat doe ik liever. Ze zijn allebei in die zin één. Want Stax als verhaal, maar ook de liedjes en ook de verhaal, en de artiesten die daar langskomen. Dat zijn mijn helden. Dat zijn mijn inspiratiebronnen. En natuurlijk mijn eigen liedjes, mijn eigen band erbij. Oh ja, dat is gewoon helemaal fantastisch. Het is dus niet wat ik liever doe. Het is meer wat is op dit moment, wat loopt er? Welke maar waar pas je dan beter? Ja. Mijn eigen ding is natuurlijk. En mijn eigen ding is, dat is natuurlijk mijn waar ik het liefst een lange carrière mee ga bouwen. Dus ja, tuurlijk, Stephen Morrison. Ja. Dus eigenlijk is dan zeg maar die Singer-Songwriter Sunday is belangrijker zeg maar, om jezelf te positioneren dan I'm a Soul Man. Nou, dat is een hele moeilijke, want wat ik zeg, het is mijn eigen liedjes en mijn eigen muziek en mijn eigen band, dat heeft absoluut prio. Maar ik vind I'm a Soul Man zo leuk, omdat de muziek ook zo lekker is, ik ga dat niet scheiden. Ik kan dat niet. Dat is lastig. Past eigenlijk soul wel op een Singer-Songwriter Sunday? Want het is niet meteen het eerste waar ik aan denk bij Singer-Songwriter. Nee, hè? Dat is ook wel zoiets waarvan ik denk, waar denkt men dan aan Singer-Songwriter? Kijk, volgens mij is een Singer-Songwriter nog steeds iemand die gewoon zijn pen pakt, zijn papiertje pakt en zijn liedje schrijft. Volgens mij is dat een Singer-Songwriter. Dat waren Sam en Dave, Otis Redding. Want dat zijn ook mensen van nu die niet de liedjes met gitaar. Trouwens, een Otis die speelde ook gewoon waanzinnig gitaar. Dus ja, het past, absoluut. Ja. Overigens, dat was zo grappig, hè? Ik bedoel, je bent soul, tenminste, dat zijn we denk ik wel over eens. Maar het is niet dat jij alleen maar je invloed uit de soul haalt. Nee, want voor mij, ik ben ook best wel met andere muziek opgevoed dan soul, weet je wel. Ik bedoel, de Rolling Stones. Maar ook dat is toch ook ergens soul, want dat is ook, die heeft zijn invloeden vanuit de soul en de gospel en de blues. Ja. Toch? Nou zit je hier dus eigenlijk een interview te doen op een rode bank. Liever op een rode bank dan iets met rode stoelen? Nee hoor, dit zit gewoon lekker. Nee, maar liever een rode bank dan iets met rode stoelen? Oh, die manier. Ja, nou ja, nee. Again, dit zit lekker. en de rode stoelen, ja, weet je, dat is op een gegeven moment heel goed gegaan. Omdat ik per se soul wilde brengen. En met een liedje van Donny Hathaway is dat naar mijn gevoel, en volgens mij ook als je terugkijkt, goed gelukt. Want mensen reageerden waanzinnig. En ik ben daar heel dankbaar omdat dat zo gegaan is. Wat is belangrijker, radio of tv? Wat belangrijk is? Nee, allebei. Want ze bereiken allebei mensen. En de ene die bereikt in één klap veel meer, maar aan de radio ook. Maar bij radio kun je echt je dingetje doen, heb ik begrepen. Ik bedoel, je bent volgens mij wel, je bent radio wel even heel erg dankbaar nu, toch? Ja, absoluut. Ik bedoel, iemand als een Gerard en een Wouter van de Goes Radio 2, die op een gegeven moment mijn liedje Olden of Tunnelberry topzong gemaakt hebben, 5-sterren track. Yo, echt, absoluut. Ik ben ze zeer dankbaar. Gaan we nu nog kijken. Dankjewel, Stephen Morrison. Heel graag gedaan. Jullie bedankt en follow en blijf luisteren. Thank you.
Savoy.